Goedemorgen, het is zaterdag en vandaag gaan wij naar Curaçao. Ik heb er zoveel zin in. Het is nu bijna 10 uur. Ik had de wekker om 10 gezet, maar ik ben al eerder wakker geworden. Ik heb net wat spelletjes binnen gehad. Daar ga ik een Instagram foto van maken, dus voor een gesponsorde post. Maar ik ga denk ik, dit horloge is zo mooi. Ik ga hem denk ik meenemen naar Curaçao. Dan wordt het gewoon mijn horloge tijdens deze vakantie. Zo pretty. En ik heb een bikini net op tijd. Ik had dus een bikini besteld. Kijk hoe die zit. Hopelijk ziet hij goed, dan kan die gelijk mee. Oh ja, we zijn er bijna. Bij het iPhone-via. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie zit ik mee gaan nemen? De Polaroid camera. Lang niet meer gedaan. Ja. Ontbijt met een restje sushi. Met stokjes. Zonder stokjes heb ik hem weggegooid. Oeps. Kijk nou. Oh, het is net te donker. Je ziet het niet. Als je maar niet zit op de cube. Oh. Kijk ze nou. Onze twee kids. Adorable. Je staart maar niet. The queen of the house. Oké, wij zijn er. Dit is wat ik aan heb. Hierin ga ik vliegen. Deze trui. Deze Victoria's Secret broek. En deze Nike's. Super chill. Dit is Hoefjes outfit. Urban New York. Urban, weet je ook weer, Urban Outfitters dus. Ja, zo'n konybroek, super, deze is zo chill en zacht en stretchy, is awesome. En die? En mijn Jordan Futures. Wij zijn onderweg naar Schiphol. Hoeveel zin heb je? Super veel zin. Wow, ik heb een vinkje op Instagram, yay! Jongens, dit is echt denk ik het ergste wat me ooit is overkomen met reizen. We hebben onze vlucht gemist. We hadden dus op ons papiertje staan 6:50, maar blijkbaar ging die om 12 uur. Ja, en vliegt hij nooit om 6:50. Ah, dit is echt... En gewoon niet... Ach, het is zo erg, maar... Misschien morgen. Ja, we gaan nu kijken. Bij TUI zijn dus geen vluchten. Bij TUI zijn geen vluchten, dus we gaan nu bij KLM kijken. Als het goed is hebben we zijn vlucht morgen. En morgen zouden we op Klein Curaçao zijn, dus dat wordt nu ook gecanceld. Oh, ik vind dit... Nou, jongens. Herp en derp. Het is wel echt... Allebei hebben we er ook gewoon niet allebei gewoon één grote grap dit, maar... Het is zeg maar... Ik dacht echt dat we hadden gekeken. Het stond in ieder geval op onze beschrijving dat we zo laat moesten gaan. Maar ik vind nog steeds... Wij hebben zelf ook niet gecheckt. Dat we dachten, oh even last minute kijken of de vlucht niet vertraagd is. Nee, we dachten gewoon oké, zo laat. Dus we komen 3 uur eerder, bla bla. En dat moeten we altijd checken. Altijd. Nou ja, grote les. We hebben nu bij KLM omgeboekt. Maar we hebben wel de terugvlucht van KLM. Want je moest met terugvlucht. Toen zei hij, nou ja, anders doe je toch terugvlucht. Ja, dus we hebben een dag later gedaan. Op zondag dat we terugvliegen. Terugvlucht was goedkoper. Met terugvlucht was goedkoper dan enkeltje. Ja. Dus toen zei hij, je hoeft hem niet te nemen, want we hebben de andere vlucht al staan. Je kan hem wel nemen. Ja, misschien dat we dan gewoon nog een dag erna. Ja, en dan boeken we gewoon 1 nachtje hotel bij een Curaçao. Nou, uiteindelijk, het is meer zeg maar, er staat nu over een paar uur een chauffeur daar te wachten. Dus ik moet nu allemaal telefoons plegen en ook gewoon alles wat we zouden doen. Let's go. So let's go, ja. En weer terug naar huis. Oh. Wij stonden dus hier en jij kwam naar ons toe en je zegt, hey, jullie gaan naar Curaçao. Yeah. En wij, oh nee, we hebben de vlucht gemist. Maar we zagen dus al allemaal hondjes hier. Ja. Vertel alsjeblieft. Ja. Nee, ik ben Sharon en 36 jaar. En dit wordt mijn tweede hondje nu, denk ik. Want in de eerste instantie ben ik 4 weken een soort van foster, dat ik er in mijn huis neem. En als na 4 weken het klikt, dan blijft ze gewoon. Ja, en deze hond komt uit Roemenië? Ja, dat klopt. En daar zat ze in een asiel, gewoon een buitenasiel. Ja, wat leuk! Ik heb haar gewoon, ik zag haar op een foto en toen was ik verliefd. En hoe heet ze? Ze heet nu Jenny. Jenny, ja. Oh. Yeah. En op de foto's lijkt ze heel groot. Maar ik ben hier wel heel blij mee dat ze niet mega groot is. En hoe oud is Jenny dan? Ongeveer een jaar. Een jaartje. Ja, okay. Eigenlijk nog een beetje pup. Cool. Wat een cutie. Hi. En het harnasje heeft ze nu aan omdat soms dan zijn ze in het begin nogal een beetje Houdini. Dat ze ontsnappings... Oh ja, omdat ze het allemaal eng vinden. Allemaal spannend. Dus vandaar dat ze en in de band zit en het harnasje en een halsbandje erbij aan heeft. Ja. Ach, vertel, hoe kunnen anderen die misschien een hond uit Roemenië zouden willen, hoe komen ze hierbij? Ik zag haar op Facebook, in een Facebookgroep die zij ooit heeft opgericht. Die Facebookgroep heet Barking Romania. Hoe nog je? Barking, dus dat was in waf waf, maar dan op zijn Engels. En dan Romania, want ze komt dus uit Roemenië. Ja. En zij bemiddelt eigenlijk de hondjes vanuit dat land. En er komen foto's en zo, toch? Ja, en op een website en Facebookpagina. Ja. En we doen niet alleen bemiddelingen, wel bemiddelingen op kleine schaal. En daarnaast steunen we sterilisaties en medische zorg. Oké. Ja, wat goed! Nou, heel erg veel plezier. Het is lekker een beetje op manies. Nou, het is een manies hondenvorm, die staart inderdaad. Oh, nou, dankjewel. Thanks voor je verhaal. Ja. Alles gebeurt voor een reden. Waarom? Anders hadden we de boek niet. En misschien zijn er nu wel woefs die geadopteerd worden hierdoor. Weet je hoeveel mensen hier naar kijken? Weet je hoeveel woefs er nu misschien wel gaan? Het is echt zo'n lieve hond. Kijk even naar dit mooie kleurtje in de lucht. Of kleurtjes, mooie pastelkleuren. Het ziet er wel mooi uit, hè? Ja. I like it. Geen probleem jongens, komt helemaal goed. Het is nu 5:10. Onderweg naar huis met de taxi weer. We gaan even wat eten. Op tijd naar bed. Ja. En dan morgen vroeg. Als we om 10 uur vliegen, dan moeten we er om 7. Die man zijn om 7 uur. Dat is iets minder gaan. Ja. Wij zijn thuis en Siem doet net alsof we een week weg zijn geweest nu. Siempje, we zijn echt net vertrokken en we zijn er weer. Nou, ja, dit is echt wel echt even bizar. In principe, we zouden zaterdag terug zijn, nu zijn we zondag terug. Ja, weet je, dat komt helemaal goed. Ja, het is 5:15. Ja. Nou, dan ga ik maar een video editen. Ik had deze opgenomen vandaag. Dus dat ga ik doen. We hebben net eten besteld, we hebben echt niks meer. Ja. En dit is bij een vegan Indian tent. Dit is voor Foefje, we kregen een extra cupcake erbij, maar... Want we hadden eigenlijk een pikkel, maar die hadden ze niet. Ja, maar die hadden ze niet, maar wel allemaal andere dingen. En ik las alleen maar reviews van mensen die zeiden van het is geweldig, het is het lekkerste Indian eten. En allemaal vegan en clean, dus ik ben heel benieuwd. Wat is de naam dan? Die is al wel ergens ingerold. Oh, dit is hem. Oh, dit ziet er toch fantastisch uit. Dit, en dan dit is vegan yoghurt. Ik heb nooit vegan yoghurt op. Het is allemaal... Ja, ik weet niet. Ik las echt hele goede dingen. Ik ben benieuwd. Expeditie Robinson. Waar ze gaan eten. Echt nummer 1 reden waarom ik hier niet aan mee zou kunnen doen. Vieze slijmerige wormen eten. Lach. Denk ik. Wil je echt super vlug exception zien? Hier zie je hoe ik het beeld wat jullie hiervoor zagen aan het editen ben. Dus de vlog die jullie nu kijken, ben ik nu aan het editen. Gek, hè? Foefje kan dus urenlang praten over horloges. Foef, vertel, wat is... Wat jou betreft het mooiste horloge uit het luxe segment. Audemars Piguet. Audemars Piguet. En Hublot, toch? Nee, Hublot is cool. Maar als je dan toch moet kiezen, gaan we voor AP. Het zijn dezelfde soorten. Tenminste, Hublot lijkt een beetje op Audemars Piguet. Maar Audemars Piguet is gewoon next level. Even voor de duidelijkheid. Hoeveel kost zo'n horloge? Dan denk je, oh ja, luxe merk. Nou. Sommige 40. Sommige miljoen. 40.000 hebben we het over, hè? 40.000 voor een horloge. Maar ook inderdaad tonnen of een miljoen voor een horloge. Maar dit is dan... Het is eigenlijk een auto. Het is gewoon hetzelfde. Het is net als auto's. Ja, maar sommige auto's wil ik ook gewoon echt hebben. Ja, die heb ik op je visionboard. Hij heeft een horloge en auto's op zijn visionboard. Maar, ja. Ik vind het interessant, maar... Net als met hele dure auto's. Wat voor mij mijn eerste Dior tas zou zijn? Nou, zou een Belle Rosse zijn. Gewoon. Maar eigenlijk net als met designer tassen is dus die hele horloge scene is ook weer... Je kan hem weer verkopen na 10 jaar, ziet hij er precies hetzelfde uit. En dan, net als met tassen, dat stijgt soms in waarde. Ja, of sommige van de horloges ook. Ja, dat is wel heel interessant. Het is echt een beetje van de mannen manier van wat wij dan met designer tassen hebben en zo. Ja, dat is ook wel zo. Sieraden eigenlijk ook wel. Maar goed, mocht je dat niet weten, Foefjes obsessie. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Hey Sien. Hey, klein monstertje. Yeah, love you too. En prinses Manies. Ja. Heel soms, dan bijt zij ook uit een soort van liefde chew doet ze dan. Dat deed ze net. Oké. Zo cute. Hi Hij is altijd nog zo lang slaperig. Als hij wakker wordt, dan is hij nog 20 minuten in deze staat. Doet me aan mezelf denken. Alright, het is 10 uur bijna. Wij gaan lekker slapen. 5 uur gaat het wekker. En dan gaan we echt naar Curaçao. Echt waar. Ja. Wel rusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Oh, morgen naar Curaçao. Yay!